Gian Fernandes, bekend werd dat Martin van Geel, toekomstig technisch directeur van Feyenoord, meldde dat jij op het lijstje staat bij de stadionclub. Hoe is dat bij jou aangekomen? Nee, ik heb dat ook vernomen via mijn zaakwaarnemer. Ja, het is alleen positief nieuws en dan kijken we hoe het verder gaat lopen. Want je zegt, het is bij mijn zaakwaarnemer ook bekend dat Feyenoord interesse in mij heeft. Ja, ze hebben zich gemeld bij hem en dus heeft hij mij daarover ingelicht. Feyenoord, vind je dat voor een club? Ja, het is een mooie club. Als je ziet hoe het elke thuiswedstrijd daar vol zit met die supporters en hoe het daar beleefd wordt. En ik denk misschien wel een van de grootste clubs van Nederland. Dus het is een zeer mooie club, ja. Heb je al nagedacht over of je naar Feyenoord toe zou willen? Nee. Het is nog heel vroeg. Ik moet me nog sowieso concentreren op Excelsior. We hebben nog twee belangrijke wedstrijden waarin misschien nog zonder na-competitie mogelijk is om erin te blijven. En anders dan nog na-competitie. Dus ik focus me daarop en dan zien we daarna wel waar mijn toekomst ligt. Je zegt ik focus me op Excelsior, je gaat ook pas na die wedstrijden met Feyenoord spreken eventueel. Ik weet niet hoe dat in zijn werk gaat, ik weet niet wat mijn zaken heeft afgesproken. Dus daarin word ik dan nog over ingelicht, maar ik probeer mezelf mee met voetbal bezig te houden. Feyenoord, je gaf eerder aan een stap omhoog na dit seizoen bij Excelsior. Hè? Je zit hier nu even. Feyenoord, is dat een ideale stap in je ontwikkeling of is het een grote stap? We hebben natuurlijk gezien Luigi Bruins, Slory, die ook van Excelsior naar Feyenoord de stap maakte. Dat ging wat lastig. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Nou, ik denk gewoon dat het is hoeveel je er zelf insteekt, wat er dan uitkomt. En ik denk dat, dat je voor jezelf goed moet nadenken van of die stap wel goed is of niet. En, ik zie mezelf gewoon een stap hoger voetballen na dit seizoen. En waar dat is, dat zien we dan wel. Je kan het niveau Feyenoord aan? Je kan het niveau Feyenoord aan. Anders dan zou ik gelijk al van tevoren moeten zeggen van nee, dat is niks voor mij. Maar ik denk dat ik het wel aan kan, ja. Oké, we zitten nu 2 dagen na de wedstrijd tegen Ajax. Is die kaart wel een beetje verwerkt? Ja, we hebben het besproken en... we gaan gewoon op naar Utrecht zondag, dus daar ligt de focus nu. Het was voor jou een kort optreden hè, in Amsterdam? Ja, absoluut. Iets langer dan een half uur of zo. Maar die dingen gebeuren. We hebben met de trainer gepraat en het is duidelijk van hoe en wat het was. Dus gewoon vergeten en verder gaan. Hij was er onder andere ontevreden over dat je je schoenen moest wisselen na korte tijd. Is het ook helemaal uit de wereld nadat je met hem hebt gesproken nu? Ja. Volgens mij had hij al gezegd dat er geen persoonlijke oorlog of iets was, maar het is gewoon allemaal duidelijk en we gaan gewoon verder waar we gebleven zijn. Dankjewel.